Zijn jullie trots op de buurt? Een beetje. Waar ben je dan trots op? We zijn wel trots op dat er leuke bewoners zijn, maar niet op de speeltuinen. Hallo, ik ben Elmar. Welkom bij Signac Noord. We beginnen deze uitzending met onze ondernemersserie. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. Voor onze serie Ondernemen in Noord zijn we te gast bij Ton en Tineke, juweliers in de Noorderboulevard. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe lang hebben jullie dit bedrijf al? 42 jaar. En waarom ben je in het juweliersvak gegaan? In 1967 zat ik op de vakschool in Schoonhoven. En daar heb ik 3 jaar op gezeten. En toen leerde ik in die tussentijd Ton kennen. En nou, die is eigenlijk gelijk omgegaan in dit beroep. Die wilde gelijk met mij mee en goudsmid worden. En hoe zijn jullie dan aan deze zaak gekomen? Ik heb het vak geleerd van een goudsmid, omdat ik al vrij oud was toen ik het wilde proberen. Die had een vriend en die had deze zaak. En om iets bij te verdienen heb ik voor dit bedrijf toentertijd gewerkt. En ja, die meneer zag het niet zitten. En nou ja, toen hebben wij het heel plotseling kunnen overnemen. Ik was 25, Tineke was 20. Dus je waren heel jong toen je het bedrijf over kon nemen? Ja. Achteraf gezien waren we heel jong, ja. Ja, dat zou je niet meer kunnen. Toen vonden we het niet hoor, maar wij, ja. Ja. En het was zelfs zo snel dat Tineke zat nog op school. Die heeft examen gedaan toen. Ja. Zelfs nog een prijs gewonnen. En die zou toen... Die moest nog een jaar stage lopen. Ja. En heeft dus in dit bedrijf bij mij stage gelopen. En wat voor prijs heb jij gewonnen, Tineke? Ja, nou, dat was gewoon uit de klas waar ik zat, zeg maar. De afdeling was goudsmede juwelier. En daar heb ik de eerste prijs gewonnen. Een ontwerpprijs? Ja, mede met alles wat ik deed daar. Een aanmoedigingsprijs. Een beetje ludiek was ik. En toen zeiden ze, nou, dat vonden ze zo leuk. Ja. En ik maakte hele andere dingen dan de andere leerlingen. De prijs was dat ik een jaar naar Duitsland mocht. Heb je dat dan ook gedaan? Nee, want de winkel die kwam hier tussen. Dus. En inmiddels hebben jullie waarschijnlijk een enorme klantenkring in die 42 jaar opgebouwd? Ja, ja, we hebben echt zelfde fans. En wat is er leuk aan samen als team dit vak doen? Tineke doet dan beetje het voorwerk ook. Ja, contact met de klant. Contact en wat ze willen. Dus ik leg dan het idee bij Ton neer. Dat doen we dan een beetje schetsen. Ik zit daar te werken, dus ik hoor ook. Ja. Dus ik kan ook... Maar het is natuurlijk heel anders als je ontwerp snel maakt en je moet het ook maken. Dus daar heb ik dan Ton bij nodig. Ja. Die heeft daar veel meer inzicht in dan ik. Gewoon. Maar je zit ook wel elke dag bovenop elkaars lip. Ja, maar dat is niet erg. Dat is nooit een probleem geweest. Nee. Elsje helpt je broer, maar nu werk je gewoon in de zaak. Hoe lang werk je al in de zaak? Eigenlijk vanaf het begin. Ik zat nog op school, maar ik zat in de stad op school. En dan fiets ik altijd gezellig hier langs. En dan was er altijd wel wat te doen. Of schoonmaken, of een beetje polijsten, of boodschapjes. Ben jij nou goudsmid of niet? Nee, ik ben niet echt officieel goudsmid. Ik polijst veel en schuren en veilen en dat soort dingen. Het afwerken, dat vind ik heel erg leuk. En vooral oude dingen die vies zijn of weer opknappen. Dat vind ik echt heel erg leuk. Dat is jouw stijl? Ja, dat vind ik heel erg leuk. Hey, en het is een crisistijd. Merken jullie daar wat van in het bedrijf? Nou ja, je merkt het wel. Maar het is niet zo van, och jee, crisis. Zo is het erg, is het niet. Nee. Natuurlijk merk je er iets van, logisch. Want inmiddels zijn er in de loop van de jaren wel aardig wat juweliers in deze straat bijgekomen. En afgevallen. Maar ja, die zijn geen goudsmid. Ik
Kijk, en het goudsmid, ja, dat is eigenlijk het allerbelangrijkste in dit bedrijf. Ja. Dat is het fundament waar de winkel zo kan groeien. En hoe gaan jullie de toekomst tegemoet? Zijn er kinderen die het bedrijf gaan overnemen? Nee, dat zit er niet in. Onze oudste is architect en de middelste is kunstenaar. En ik heb dan één dochter die heel leuk vond om hier een cadeauwinkel van te maken. Omdat we het leuk vinden, blijven we gewoon nog maar even doorgaan. Het is gewoon leuk. Ik vind het nog steeds leuker worden. Want de druk is een beetje af. Dus we werken heel gezellig eigenlijk, hè? Op een bankje interviewden wij meisjes uit de Agniezenbuurt. Hey, ik zit op het bankje in de Agniezenstraat. En er zijn allemaal meiden uit de buurt die zijn hier gekomen. Wie ben jij? Romeisa. En jij? Kauta. En jij? Shema. Grislen. Hey, en normaal gesproken... Ben... Zij daar? Ja, dan moet je hier komen. Nee, ik wil niet. Zij Iman. Oké. Okay. Normaal gesproken komen er allemaal jongens die de afgelopen dagen... Maar hoe vinden jullie het eigenlijk om hier in de buurt te wonen? Wij vinden het wel leuk, maar er mogen wel een beetje meer speeltuinen komen. Meer speeltuinen, maar ja, we hebben hier... Kijk, dit is echt helemaal niks. Nee, want vroeger was hier wel een glijbaan en zo. Dat was leuk voor de andere kinderen, maar nu hebben ze het veranderd. Ja, nou, de camera die moet eigenlijk maar eens die kant op kijken. Maar ze hebben hier een soort blauw vies veldje gemaakt. En dan een paar van die, wat zijn dat voor dingen, weet je? Daar kan je gewoon op draaien en daar kan je op klimmen en daar maar een koprol maken. Maar dat is het enige wat er is in de buurt, hè? Ja, en op de Amazonseplein, maar dat is te ver voor de buurtbewoners hier zo, ja. In de straat. Nee, is er veel ruzie in de straat? Ja, vaak. Nou, hoe komt dat? Roddels. Roddels, kinderen, ja. Roddelen jullie ook? Nee. Heel af en toe misschien, maar dan niet echt erg. Maar het komt allemaal door roddels? Niet allemaal, sommige ook gewoon vechten. Hmm. Soms om ook stoer te doen. Ja. Hey, maar als naar andere mensen, zijn jullie trots op de buurt? Een beetje. Waar ben je dan trots op? We zijn wel trots op dat er leuke bewoners zijn, maar niet op de speeltuinen. En er is veel rotzooi op de grond. Als je nou een toverstokje zou hebben, jij... Wat zou je veranderen? Ik zou de speeltuinen veranderen. En dat er meer kinderen naar buiten zouden komen om vrijheid te hebben. Ja. Want er zijn een heleboel kinderen die niet buiten spelen. Ja, want ze vinden hier toch niks. Ze vinden het hier niet leuk. Er werd een benefietconcert georganiseerd voor de New Yorkse saxofonist Zane Messy. Mr. Zane Messy, a saxophone player from New York, traveled all around the world. The last few years he was playing in Holland with several bands, several people, did also producing work, played in Gentleman's Club, Trace and Stacy. Yeah, just all music, you know, 24 hours music around the clock. It's been great, yeah. I came here actually about 3 years ago, actually from China. I was in Shanghai. Before I came here, then I moved to Hong Kong. I was producing music there, music director for a club. And then from there, my friend, actually she's from The Hague, she was the manager of the club, and she invited me. I came here and fell in love with the country and the
great musicians and great artists like tonight, Chris and everybody. Just a great place to meet great artists, and I'm happy I came. But I have to leave, and just a short term, just maybe a month or two, 3 months, I will return. I will be back, girl, having a good time. So I'd like to thank everybody for their support, and let's really try to make the best of it so I can come back, you know, and play some more music for you. We really hope so. Okay, thank you all. All right. Blaine J. We willen heel graag terug weer naar Nederland. Vandaar deze benefietactie. Normaal doen we dat heel anders, maar dit keer is het echt nodig om voor ze een retourtje te komen. Super fijn dat jullie er allemaal zijn. We beginnen vandaag met de Gentleman's Club. Dan hebben we in de andere zaal, we noemen dat de witte zaal, de veiling van de kunststukken. Dan speelt Tracy en Tracy. Tracy. Een heel moeilijke naam. En daarna hebben we Soulscapes boven met Kazem en Dennis en allemaal Fransen. Was het weer. Vergeet niet op onze website, Facebook, YouTube en Twitter te kijken. Als u zelf een filmpje heeft, kunt u die uploaden via www.rotterdamnoord.tv. Tot de volgende keer!